De afkalving van een gedeelte bij een onderhoudsweg aan de voet van de Avobakkadam, die nu al hersteld is, heeft een onterechte maar begrijpelijke zorg teweeggebracht binnen de samenleving. Dit zei Eddie Frenkel, directeur van de Staatsolie Power Company Suriname, SPCS NV, vandaag tegen een groep journalisten die een bezoek mochten brengen aan de Avobakkadam in Brokopondo. Frenkel benadrukt dat er niets mis is met de integriteit van de Avobakkadam. De geruchten alsof de afkalving door water uit het Stuwmeer was ontstaan, berusten volgens hem niet op waarheid. Frenkel geeft aan dat de afkalving is ontstaan door regenwater. Wat er wel is gebeurd, is dat er water, ja, dus dat het allereerst, dat het enorm hard heeft geregend. Dat weet iedereen, ook in Paramaribo, maar ook hier op Avobakkadam heeft het enorm hard geregend. Ik zou zeggen bijna historisch hard. Ja. En dus dat er, zeg maar, dat er een hogere dan gebruikelijke hoeveelheid hemelwater moest worden afgevoerd. Hè. Zoals u weet, het water zoekt uiteindelijk zijn weg naar de rivier. En er is dus normaal afvoer van water dat valt op het damlichaam. Ja. Maar er is dus ook water dat komt vanuit de heuvels die hier achter u liggen. Ja. En dat water stroomt dan zo hier via dit talud. Dus zeg maar het talud dat ligt tegen de weg richting het gehucht Bakaliba. Ja. En dat water stroomt dan over hier, over het oppervlak. En waarschijnlijk in zulke grote hoeveelheden dat het een schurende werking heeft gehad. Het heeft het laagste punt hier net gevonden, wat ik aanwijs. Ja. En door die schurende werking is, zeg maar, is die bedekking van die berm weggescheurd. Frenkel erkent dat de foto's die gedeeld zijn op sociale media heel angstaanjagend waren, vooral als het niet duidelijk is wat er precies is gebeurd. Echter, na onderzoek van het team van SPCS kan er gerustgesteld worden dat er niets aan de hand is met de dam. Die dam is in orde. Die dam is in orde, men hoeft niet tevreden te vriezen, niks aan de hand. Wat betreft de integriteit van de dam, dus wij bewaken, wij monitoren constant, ja, of de dam, eenvoudig gezegd, nog intact is. En hoe doen wij dat? Behalve onze, zeg maar, normale, ja, maandelijkse en tweewekelijkse metingen, welke we verrichten. Ja, dus, en er zijn verschillende metingen die worden verricht, om er een voorbeeld van te geven. Deze, zeg maar, helling, die damhelling die u hier ziet, ja, niet zichtbaar, maar die is voorzien van tientallen sensoren die verzakkingen meten. Dus we weten op elk moment of er verzakkingen zijn. Dat is één meting. We meten natuurlijk ook continu het grondwater om te weten of er wat men noemt kwelwater, dus water vanuit het Stuwmeer, of er water onbedoeld, zeg maar, doorsijpelt. Frenkel zegt dat naast de eigen metingen en analyse van SPCS er om de 2 jaar een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan door een Amerikaans bedrijf. Ook bij de situatie van de afkalving is er door een Amerikaans bedrijf, US Bureau of Reclamation, een onderzoek ingesteld. Die resultaten worden na een week verwacht.